Ik sta hier bij de Mainstage en straks begint hier de cosplay competitie van DreamHack Winter 2015. Ik heb er al een paar zien rondlopen en ze zagen er echt fantastisch uit. Ik heb ook een paar Nederlanders gezien en ik denk dat die wel een goede kans maken op de prijs. We zullen het zo allemaal zien. Het is geweldig om gewoon rond te lopen. Niet alleen de naam, maar ook het hele werk dat je hebt aan het maken van je kostuum. Is gewoon bloed, zweet en tranen. Ook heel veel stress. Maar als het nou eenmaal af is, dan voel je echt... Yes! We gaan ervoor. En dan sta je hier en dan krijg je fotootjes, een kaartje, aandacht. Ja, het is gewoon geweldig. Het is echt gewoon heel veel instoppen en je krijgt ook heel veel voor terug. Het cosplay-event zit er weer op. De winnaars zijn bekend. Jammer genoeg is Nederland niet in de prijs gevallen. Als je mij vraagt, ze zagen er wel heel, heel goed uit. Maar de winnaars, net dat tikje meer. Mijn favoriet zelf was Troll. Echt perfecte uitvoering. En ja, dat was de cosplay van DreamHack.